In de MES vond de Brabantse finale van de DJ Contest van Kunstbende plaats. Een wedstrijd voor jong creatief talent. Zes jonge DJ's gingen de strijd met elkaar aan om de jury te overtuigen van een plek in de landelijke finale. Wat heb jij na je winst nog allemaal gedaan binnen je DJ-carrière? Ik heb heel veel gehad aan de coachings van kunstbendes. Dan geef ik workshops aan de winnaars van de steden en van de provincies, zeg maar. En daar heb ik heel veel aan gehad. Dan krijg je coaching van professionals, je krijgt workshops. Je leert heel veel andere mensen kennen. Je krijgt echt info die niet heel veel andere mensen krijgen. Dus daar heb je wel heel veel profijt uit, denk ik. En was het lastig om dit jaar een winnaar te kiezen? Ja, want het niveau lag best wel hoog. En het was ook best wel veel dezelfde muziekstijl, dus we hadden het wel even moeilijk mee, maar uiteindelijk was de nummer 1 wel echt unaniem. Ja, jij gaat het zeggen? Ga ik het zeggen. 3. Oh, oh my god. 2,5. 1, Rick Winnaar! Ik heb al 2 jaar eerder meegedaan en toen was ik 2 keer tweede. En ik probeer me nooit voor te bereiden op dat ik eerste word. Ik doe gewoon mijn ding en als ik eerste word is dat leuk, maar het is niet erg om te verliezen. Maar nu ik heb gewonnen, voelt het wel echt heel goed. Maar heb je dit jaar dan ook anders voorbereid? Nou, niet per se anders, maar ik ben gewoon verder dan waar ik vorig jaar was. En ik denk dat die ontwikkeling me nu van de tweede naar de eerste plek heeft geholpen. En hoe heb je je dan verder ontwikkeld? Nou, vooral in eigen muziek maken. Niet zozeer in het draaien, maar in het maken van eigen muziek. Dat vooral, ja. En hoe ga je je voorbereiden op de landelijke finale? Ik ga maar proberen nog meer eigen muziek te maken, die in mijn set te verwerken. En zo meer een eigen stijl, zodat ik me onderscheid van andere DJ's.